14 januari 2004 kregen jullie verkering. Door de jaren heen zijn jullie nog meer naar elkaar toegegroeid en passen goed bij elkaar. Jullie houden van gezelligheid en van verrassingen. We kregen zomaar een cadeautje aangeboden. Een koffertje met daarin luiers en een sladder waarop de tekst opa en oma stond. Jullie werden papa en mama. We zouden opa en oma worden van ons eerste kleinkind. Op 5 augustus 2013 werd Niek geboren. Op 23 september 2015 werd Stijn geboren in Gerwen. En natuurlijk genoten jullie weer enorm van die kleine. Vanaf vandaag is 15/5/2022 een bijzondere dag. De dag waarop jullie elkaar het jawoord hebben gegeven. We zijn trots op jullie. En dat spreek ik op trots.
Johannes, Maarten, Henry, Ome, verklaar jij in tegenwoordigheid van de getuigen te nemen tot je wettige echtgenoten Dianne, Catharina, Johanna de Brouwer. En beloof je haar trouw te blijven in goede en kwade dagen, in armoede en rijkdom, in ziekte en gezondheid, kortom in voor- en tegenspoed. En beloof je om trouw alle geloften, alle plichten te zullen vervullen die de wet aan het huwelijk verbindt. Wat is hier op jouw antwoord? Dianne, Catharina, Johanna de Brouwer, verklaar jij in tegenwoordigheid van de getuigen te zullen aannemen tot wettig echtgenoot Mark, Johannes, Maarten, Henry, Ome. En beloof je hem trouw te blijven in goede en kwade dagen, in armoede en rijkdom, in ziekte en gezondheid, kortom in voor- en tegenspoed. En beloof je om trouw alle plichten te zullen vervullen die de wet aan het huwelijk verbindt. Wat is hierop jouw antwoord? Dan verklaar ik als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Gelderop-Meerlo dat jullie door het huwelijk aan elkaar zijn verbonden. En door het uitspreken van die woorden is jullie wettelijk huwelijk een feit. En mag gekust worden.